ik ga nu net de deur uit. Oh, nou, wacht maar, wacht maar. Ik zoek het wel even op. Ja, ik stuur je de link wel. Hey, wanneer vlieg je terug? Niet. Hier staat betaling verwerkt. Je hebt een ticket en je gaat niet terug. Ik heb mij bedacht. Mag ik ook weten waarom? Wil jij me soms weg hebben? Heb je ruzie met Dex? Nee. Het is uit. Waarom? Omdat ik niet de rest van mijn leven bij iemand wil zijn die me niet gelukkig maakt. En die ik niet gelukkig maak, want hij wordt namelijk alleen maar gelukkig van zijn werk. Ja, schat, mijn jongen heeft het gewoon druk. Hij heeft er net een nieuw project bij. Is dat een reden om je vriendin te verwaarlozen? Ja, verwaarlozen. Wie woont er nou bij hem? Over... Oh, ja, jij snapt het natuurlijk. Want jij was net zo. Nou, misschien kon mama daarmee leven, maar ik niet. Schat, jullie zitten de hele dag met elkaar aan de telefoon. Ja, nu ja. Omdat hij me mist, omdat hij eenzaam is, omdat hij in een leeg appartement. Maar als ik daar ben, dan spreekt hij me niet. En toen ik vanmiddag belde om te zeggen dat ik terugkwam... Nou, hij raakte meteen in de stress omdat hij misschien de suffe werkborrel miste. En waarom neem je het voor hem op? Nou, dat doe ik niet. Wel? Nee, liever, ik vraag me alleen af... Ja, of ik vraag me af waarom jij per se wil dat ik bij iemand blijf die me niet gelukkig maakt. Denk je soms dat je harder werkt omdat jij zijn schoonvader bent? Ja, nou, fijn hoor. Ik weet ook weer waar ik bij jou sta. Schat, je weet best dat dat niet zo is.